Je wilt beginnen als een investeerder in vastgoed. Mooi, goed idee. Maar de vraag is altijd, heb ik bepaalde vergunningen nodig? En zo ja, welke dan? En in welke steden? En in welke gemeentes? Hoe zit dat precies? Nou, dat gaan we vandaag uitleggen in deze video. Dus als jij je woning gaat verhuren aan een gewone gezin, bijvoorbeeld een ingezinswoning, hè, je hebt een rijtjeswoning en je denkt, nou die ga ik verhuren, ik heb toestemming gekregen van de bank, hè, zo van, joh, ik mag hem verhuren. Nou, dan zou ik zeggen, begin maar gewoon. Je hebt geen vergunningen nodig. Het is eigenlijk vrij simpel als jij gewoon een woning wil verhuren aan een gezin. Hè, dus één persoon of één gezin in één woning. Vrij simpel. Het enige wat jij aan moet houden is dat jij je toestemming hebt gevraagd bij de bank. Je hebt toestemming gevraagd van bijvoorbeeld de gemeente dat je deze woning mag verhuren. Ja, dan is er eigenlijk geen vergunning nodig. De gemeente hoeft jou geen vergunning te vergeven voor het verhuren van een woning zodra het gewoon mag in de plaats. Stel dat je een bepaalde plek hebt, stel dat je zegt, joh, ik wil in Groningen gaan zitten. En dan kan de gemeente gewoon zeggen, die kan regels opleggen. Ja, we willen geen extra huurwoningen meer hebben in een bepaalde wijk. Wil je dat wel, dan moet je een aparte vergunning daarvoor aanvragen. Dat kan. Maar als die vergunningen er niet zijn en de gemeente geeft gewoon aan, hè, dan zoek je gewoon de gemeente Groningen of de gemeente Leeuwarden of de gemeente Enschede. Kun je gewoon opzoeken op de website en er staat gewoon op, nou, wij accepteren wel of geen verhuurders. Er staat gewoon op, nou, en als dat gewoon mag, dan hoef je geen vergunningen aan te vragen. Dat is super chill. Ja, sorry. Nee, dat is waar. Maar het gaat iets anders als je een andere type woning hebt. Bijvoorbeeld als je een zelfstandige woning hebt, maar allemaal verschillende huurders erin hebt zitten. Bijvoorbeeld kamerverhuur. Doe je aan kamerverhuur? Ja, dan wordt het dan een verhaaltje. Want dan kan het best zijn dat in een bepaalde stad zeg je, ja, je mag wel kamerverhuur doen, maar dit mag tot maximaal 3 mensen. Bijvoorbeeld. Ja, en je hebt in een keer een woning met 4 kamers. Dan denk je, die 4 stop ik er ook in. En jij denkt ineens, ik stop die 4 er ook in. Dat kan. Maar dat mag het niet. Daarvoor zul je een vergunning moeten aanvragen. Bijvoorbeeld van, hey, ik stop hier 4 mensen in 1 appartement of in 1 woning. Ja, dat kan niet zomaar, want de gemeente vraagt van, daar moet je een expliciete vergunning voor hebben. En er hangen een aantal bepaalde verzekeringen aan. En er behalen een bepaald aantal regels aan. Denk maar bijvoorbeeld aan brandveiligheid en vluchtroutes ineens die je in je woning moet hebben. Want er wonen namelijk meerdere mensen en aparte huurders in jouw woning. Daar hangen andere regels aan. Dan kan er in één keer een heel type bedrijfsfunctie aan hangen. Want dan kan er in één keer zijn dat je allemaal brandmelders moet hebben. Nee, brandmelders moet je altijd hebben. Maar ik bedoel dat je brandbluszaken moet hebben. Je moet in één keer zo'n spuitbus hebben en je moet allemaal regels aan voldoen. Dan kan het in één keer wel anders zijn. Dus afhankelijk van wat voor type woning je hebt, apart wat voor pand je hebt dat je verhuurt, hangen er weer andere vergunningen aan. Bedrijfspanden, ander verhaal. Woningen, verhuur je gewoon aan 1 enkel gezin, niks aan de hand. In de meeste gevallen kun je gewoon verhuren. Kan je in de gemeentes opzoeken, is hier wat bijzonders aan de hand? Vaak is het antwoord nee, dan is er niks aan de hand, hoef je geen expliciete andere vergunning voor aan te vragen. Vond je dit een leuke video? Vergeet dan niet natuurlijk op het like knopje te rammen, klikken, en te abonneren op het kanaal. Hey, want dan komt er namelijk nog meer leuke video's als deze, en dan zie ik je de volgende keer weer. Doei!